Vroeg in de morgen. We rijden door de tarwoestijn. We hebben ongeveer 330 kilometer voor de boeg. De taar strekt zich uit van hier tot in Pakistan. 61% daarvan is gelegen in Rajasthan. Onze eerste stop. Het Bar Singha Resort. Even poseren dus. De bouwstijl is volledig anders van hetgeen we tot nu toe hebben gezien. Hier leven ook mensen en om de 10 kilometer kom je een klein dorpje tegen. Als we stoppen krijgen we direct bezoek. Meestal leven hier hele families bij elkaar. Dit zijn de woestijnmensen. Als een groot zandkasteel duikt plots het fort van Jaisalmer op uit de woestijn. Het werd gebouwd op een heuvel door Maharawal Jaisal Singh, een Rajput koning, in 1156 na Christus. Even buiten Jaisalmer bezoeken we Badabagh. Dit is de koninklijke begraafplaats van de Maharajas van Jaisalmer. Op het platform wordt de overledene gecremeerd en later wordt daarover een tempel gebouwd. Dit is een zeer bizarre plaats. Her en der vinden we resten van verbranding van mensen en stukjes bot en been. Plots merkt iemand van ons hoofd daarop. De gids vertelt ons dat na de plechtigheid de mannen zich volledig kaal scheren over het gehele lichaam, een teken van rouw. Vanop deze heuvel heb je ook een mooi zicht op het fort en de stad. Deze zullen we later bezoeken. Eerst stoppen we even bij een familiaal bedrijf, zilversmeden. De verwerking en het maken van de artefacten gebeurt volledig ambachtelijk en wordt uitgevoerd door de familieleden. Ze verwerken zowel band als draadzilver, 99% zuiver vertelt men ons. Alles kan in zilver, zelf een bustehouder.
Heel wat sieraden zijn wel gewijd aan de Indo-goden. Deze juwelen hebben veel aantrek bij de vrouwen. Hoe kan het anders? Ja, en er werd wat gekocht. Check-in in het hotel Heritage Inn. Een zalige en rustige plaats in deze woestenij. Hier zullen we 2 dagen blijven. Pas aangekomen werden we reeds verwelkomd door een ijverige eekhoorn. Het meer van Gadisaar is de enige watervoorraad in de omgeving en werd artificieel aangelegd. Jesselmeer is sinds de 11e eeuw steeds een belangrijke stad geweest. In de 15e en 16e eeuw was ze een rustplaats voor handelskaravanen op weg naar Afrika. Hier werden opium, zijde, zilver, goud en kruiden verhandeld. Jesselmeer werd alzo een welvarende stad. Na de verdwijning van de zijderoute ging de welstand zeer vlug achteruit. Nu leeft de stad hoofdzakelijk van het toerisme. In een van de smalle straatjes bezoeken we de tapijt- en stofweverij. Hier krijgen we hetzelfde ritueel als bij de zilversmeden. Eerst een drankje en dan probeert men wat aan de man te brengen. En blijkbaar met succes. If you go in the desert, all the girls using sari, saffron. Gentlemen using turban. Na dit oponthoud verder de stad of het oude fort in. Nu bestaat dit grotendeels uit huizen, winkeltjes, hotels en tempels. Een kwart van de bevolking leeft binnen het fort, zo'n 25.000 bewoners. Er is dus een overbezetting, met alle problemen van dien. Water is er schaars, binnen de muren van het fort krijgen ze maar gedurende 4 uur per dag water. 2 uur 's morgens en 2 uur 's avonds. De stad Jesselmeer wordt ook de Gouden Stad genoemd. Dit omwille van een grote goudschat die er nog zou verborgen zijn. De realiteit is dat ze volledig uit gele zandsteen is opgebouwd, wat ze bij valavond een gouden glans geeft. Terug naar ons hotel, want we hebben nog een woestijntrip te doen. Tegen zonsondergang vertrekken we. Onze gidsen zijn enkele lokale dorpsbewoners, echte woestijnmensen dus. Men noemt ze de Gypsies of Rajasthan. De sfeer is wel speciaal. Even voelen we ons een deel van de natuur en beorend tot de zijderittenkooplieden van weleer. Thank you.
Nadat de zon is ondergegaan, trekken we terug richting hotel. De Jesselmeer Cabelia muzikanten en dansers zijn wereldberoemd. En we krijgen een ware demonstratie van klank en dans. Als we gaan slapen, blijft de meeslepende muziek nog nazinderen. We blijven in de Thar en rijden verder richting Jodhpur, de blauwe stad. Onderweg stoppen we bij een open steengroeve. Jodhpur is wereldwijd gekend voor deze economie. In de verte krijgt een grote steenblok onze aandacht. Het 15e eeuwse Merangard Fort overschouwt de stad. Het werd gebouwd in 1460 door Rao Jodha en werd later het koninklijk paleis van de Maharajas. Jodhpur is de tweede grootste stad van Rajasthan. Het fort is meer dan 125 meter gelegen boven het normale grondniveau. Het is dus een hele klim. Ze werd meermaals belegerd en de sporen hiervan zijn nog goed zichtbaar. Hoe hoger we komen, hoe mooier de gevels. De paleizen zijn niet meer bewoond en zijn nu omgebouwd tot musea, welke herinneren aan de glorierijke tijd. Ze beschikken over een unieke verzameling voorwerpen van de Maharajas, wapens en houdas, en twee compartimentenstoel die werd gebruikt bij koninklijke jachtpartijen op tijgers. We moeten nog hoger en overal kom je kleine tempeltjes tegen met goden van verschillende plumage. De decoratie van het plafond en de muren is adembenemend. In deze ruimten ontving de Maharaja zijn bezoekers en werden de feesten georganiseerd. Hier kan men ook de speeltuigen van de koninklijke kinderen bewonderen.
Met een laatste blik op de blauwe stad verlaten we het fort in een sfeer zoals Maharaja Rao Jodha het oorspronkelijk heeft bedoeld. De tijd is hier blijkbaar stil blijven staan. Terug in de realiteit van het hedendaagse chaotische India. Om de binnenstad en markt te bezoeken, moeten we onze bus verlaten en nemen we een tuk-tuk. Even hebben we een pretparkgevoel, maar dit slaat vlug om in ongerustheid. Hallucinant. We beseffen dat we nu ten volle deel uitmaken van deze chaos. Even stoppen bij een theeshop en dan naar de markt. Hier worden meer dan 100 soorten thee verkocht. De Sadar Market in Kirdikot ligt in de oude stad Jodhpur. De toren is het herkenningspunt en het is een drukje van je welste. Hier kan je alles kopen. Bouwmaterialen, kleding en voeding, afbieden en marchanderen is er natuurlijk ook bij. We verlaten de markt en gezien de toegenomen drukte moet onze chauffeur het deze keer rustig aandoen. Oef. Van de tuk-tuk in een legerjeep, dus iets comfortabeler, maar we kregen er weer een speciaal gevoel bij. De avondsafari loopt via de obbelige wegen door de woestijn. Antilopen spotten, maar eerst even stoppen bij een pottenbakkersfamilie. Recyclage is blijkbaar geen westerse uitvinding. Sommige voorwerpen zijn ware kunstwerken. We krijgen een demonstratie van hoe het er daaraan toe gaat. Hier wordt gewerkt zoals honderden jaren geleden. En dit is dan het resultaat. We trekken verder in de woestenij richting Vishnoi, het opiumdorp. En ja, we zien de beloofde antilopen. Aangekomen dringt het ineens tot ons door. Hier zitten we nog in de middeleeuwen. Er is hier geen elektriciteit, lopend water of gas.
alles gebeurt hier nog steeds zoals honderden jaren geleden. Men is hier afhankelijk van het vee, of beter gezegd van de buffels. Hun uitwerpselen worden 100% gerecycleerd. Het dorpshoofd verwelkomt ons en maakt thee. Opiumthee. Hoe zal dat hier aflopen? Alles gebeurt op een rituele manier en we krijgen er ook uitleg bij. Gelukkig gebruikt de brave man flessenwater. Onze thee drinken we uit de hand. En dan begint voor de zoveelste maal de tulbandpret. Namaste. Onder het waakzaam oog van de vrouw des huizes en een van de vele kinderen verlaten we het dorp. De opiumroes begint stilletjes aan te werken, of is het riet op de obbelige wegen. Nog wat antilopen spotten en dan in een roes richting hotel. Onderweg komen we nog de leverancier van het drinkwater tegen. En ja, zie zelf maar. Eindelijk, Rabanka Hotel, onze volgende verblijfplaats, waar we worden verwelkomd door de Marx Brothers. Amai, die opium toch.